Is het nu werkelijk zo? Moeten we tegenwoordig geen cv of curriculum vitae meer opstellen? Goh, dat zou ik zeker niet durven zeggen. Cv is nog steeds heel populair. Het gaat meer over de vorm en de inhoud van het cv dat verandert. Waar je vroeger een soort opleisting had, iedereen kent het wel, hè, van de persoonsgegevens, dan je opleiding, dan je werkervaring, daaronder talen. De hobby's, talen, ja. C-kennis. Die ja, wat saaiere opleisting in vooral een saaiere layout, dat is wel oud. Dus nu moet je eigenlijk via je cv beseffen dat dat je eerste indruk is naar de werkgever. Dat is het eerste wat ze van jou te zien krijgen. En je moet je daarin ook al duidelijk gaan onderscheiden. Uit je cv moet blijken wie dat je bent, wie is de persoon achter de cv. Dat kan bijvoorbeeld door ja, daar een persoonlijke doelstelling aan toe te voegen, je talenten. Wat kan een persoonlijke doelstelling zijn? Sorry dat ik jou onderbreek. Wel, je kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben heel ondernemend en innovatief ingesteld en ik wil in mijn job ook zeker die ambitie waarmaken en met zo'n taken geconfronteerd worden. En zodat mensen ook wel weten, wat voor iemand ben je? Ben je een teamplayer? Ben je, ja... Eerder iemand die volgt? Ja. Zo'n zaken. En zo kan je al het verschil gaan maken. Dus dat is wel belangrijk dat dat blijkt uit je cv. Ja, dat wordt tegenwoordig in vaktermen personal branding genoemd. Dus het is eigenlijk reclame maken voor jezelf. Ja, jezelf gaan verkopen. Zijn alle bedrijven daarop ingesteld ondertussen? Of zou er bedrijven kunnen zijn, als je zoiets doet, dat ze zeggen, wat voor iemand is dat nu, zeg? Wel, dat is inderdaad een goede opmerking. Recruteringsbureaus en zo, die zijn daar volop in mee. Die gaan dat ook vragen op hun online profielen, die ze van jou vragen om in te vullen. Maar als je dan kijkt naar de KMO bijvoorbeeld, en je zit daar in een heel zakelijke sector. Ik denk nu aan een voorbeeldje van een student van ons. Wij hadden die ook getraind om een CV personal branding op te maken. En die was nogal ver gegaan in haar layout. Ze had dat opgestuurd naar een notariaat. En die persoon had toen wel... de feedback gegeven van dat is hier geen kleurboek, hè. Het blijft wel een cv. Dus je moet... enthousiast. Ja, het moet nog altijd afgestemd zijn natuurlijk op de sector waar je solliciteert, zeker als het nog bij het bedrijf zelf is. Ja, ik neem aan, als je in een mediabedrijf of bij een mediabedrijf solliciteert, dat dan een heel andere cv is dan bijvoorbeeld een boekhoudingskantoor. Ja, dan ga je echt moeten zorgen dat je jezelf onderscheidt van de rest. Sowieso moet je het altijd doen, maar daar ga je qua layout vooral ook moeten zorgen dat je eruit springt of qua aanpak. En waarom is die nieuwe manier van solliciteren zo belangrijk? Was het papiertje, de oude cv, niet goed genoeg? Ja, dat stamt een beetje uit het tijdperk van toen dat de jobs nog duidelijk afgebakend waren, een vaste taakomschrijving, maar dat is nu wel achterhaald. Hè. De jobs worden flexibel ingevuld, alle technologische ontwikkelingen. Weinig mensen hebben nog een vaste taakomschrijving, doen nog jaar na jaar elke dag hetzelfde. Ja. Dus is het belangrijk natuurlijk voor het bedrijf om te weten wat voor iemand ze aanwerven. Hè, om te weten... Wat voor kenmerken iemand die past, de fit met het bedrijf, is ook heel belangrijk. En dat ga je niet zien enkel en alleen op basis van opleiding en werkervaring bijvoorbeeld. Ja. Nu, ik krijg veel uitnodigingen via mail om een LinkedIn-profiel aan te maken. Een soort cv online. Is dat dan belangrijk ook? Ja, dat raden we zeker aan. Want dat wordt heel fel door de recruteringsbureaus of door bedrijfsleiders bekeken. Dus jouw LinkedIn-profiel, waar je heel duidelijk een beetje je cv online, zoals je zegt, je gaat profileren als werknemer, daar raden we zeker aan om aan te maken. Anders maar daar kan je niet zo creatief in zijn, of toch? Want ik heb daar weinig ervaring mee. Dat is eigenlijk meer het oude cv, hè, van jouw werkervaring. Ja, maar daar worden ook, kan je je skills laten endorsen en zo. Het is toch wel interactiever dan gewoon een standaard cv. Maar er is wel een kanttekening die ik belangrijk vind om te vermelden. Wat blijkt uit onderzoek, is dat wanneer recruteringsbureaus of bedrijven andere social media gaan raadplegen, zoals Facebook of Instagram, dat ze dan een vertekend beeld krijgen van de kandidaat. Dus dat raden we af. En dat is vaak negatiever. Dat bedrijven op je profiel gaan kijken? Ja, dus dan ga jij als bedrijf vaak een negatiever beeld hebben, omdat personen daar minder professioneel overkomen dan ze in realiteit op de job zullen zijn. Dus vermijd dat. Maar anderzijds is dat ook een heel belangrijke tip aan de sollicitant, scherm jouw profielen af. Kijk goed wat er allemaal van jou te vinden is. Het is veel meer dan je denkt. Google zeker en vast ook jezelf. Nooit doen. Dat is verschrikkelijk. Maar dan kan je er wel de zaken afhalen zodat je echt jezelf kan gaan afschermen en dat enkel over jou te vinden is wat jij wilt, dat er te vinden is door een toekomstige werkgever. Ja. En zijn er nog zo trends op de markt van het solliciteren?
Ja, wat populair is, en zeker in die sectoren waar afvereist wordt, is bijvoorbeeld een website maken over jezelf, waar je dan kan gaan doorklikken op je vaardigheden, je ervaringen en dergelijke, op de persoon die je bent. Of bijvoorbeeld een video-cv, waar je een film maakt van jezelf. Er bestaan daar nu handige apps voor, ook, waar je dat heel vlot kan doen. Sommigen gaan daar echt ver in. Er is zo'n heel leuk voorbeeldje van iemand die echt heel graag bij Google wil werken. Dat was zijn grote droom. En die heeft een filmpje gemaakt, Google Please Hire Me. Heeft dat online geplaatst. En ja, dat is een hilarisch filmpje, maar hij is op die manier wel aan een job bij Google geraakt. Zo hebben ze hem eindelijk opgemerkt. En dat is de essentie van die personal branding. Opgemerkt worden, jezelf onderscheiden, jouw troeven, ja, laten blijken. Een banner hangen boven de E17, zou dat een goed idee zijn? Dat is dus ook al... Los van het feit hoe gevaarlijk dat ook wel kan zijn. Is dat al gebeurd? Ja, effectief. Dat was wel een jongen die zijn lief aan een job wou helpen. Maar hoe romantisch. Grote banners op de brug over de autosnelweg gehangen. Maar dat is niet het enige. Je kan ook, tegenwoordig zijn er ook mensen die QR-codes maken over zichzelf. Als je die scant, dat je op hun website terechtkomt of op hun cv. Ja, mensen die tassen laten bedrukken en dat dan opsturen naar het bedrijf. Die op Valentijnsdag een sollicitatiebrief met een roos aan de deur gaan leggen. Wow. Alles om op te vallen. Maar zoals ik al zei, let op met de sector. In veel sectoren ga je daarmee net negatief opvallen, denk ik. Zorg ervoor dat het natuurlijk is een sector waar creativiteit verwacht wordt. Ja. Anders is het voldoende dat je authentiek een mooi personal branding cv opmaakt. Evelien, wat als je nu 40, 50 bent? Je moet jezelf opnieuw gaan verkopen tijdens zo'n sollicitatiegesprek. Hoe pak je dat nu het beste aan? Want ja, dat waren heel avontuurlijke voorstellen die we daarnet hebben gehad. Maar ja, wat bijvoorbeeld ook met gewoon werkvolk laat iemand of vraagt iemand? Ja, wel sowieso. Jezelf onderscheiden is belangrijk voor om te even welke job. Stel dat je 30 tegenkandidaten hebt. Hoe kan je jezelf al van in je cv laten opvallen, zodat je, of toch je sterktes in het licht stellen, zodat jij de kans hebt om op gesprek te mogen gaan. Nu, u vraagt daar naar de oudere sollicitanten. Feit is dat, denk niet graag in stereotypes, want we merken ook in onderzoek dat ouderen ook al vaak gaan online zoeken naar een job. Dus de tips die ik wil geven gelden eigenlijk voor iedereen. Hoe kan je je best voorbereiden? Denk ten eerste heel goed na, wat onderscheidt mij? Wat zijn mijn unieke kenmerken? Maar kijk ook naar de vacature. Wat voor iemand vragen ze? Matcht dat met mij en met mijn persoonlijkheid? En denk ook al eens na over voorbeelden. Hoe kan ik dat staven? Want dan gaan ze ook vragen op die selectie. Oké, je zegt dat je een teamplayer bent, maar geef eens een voorbeeld, bijvoorbeeld uit een vorige job. Dus denk daar, bereid je dan op die manier goed voor. Het enige verschil dat we wel merken met ouderen, is dat dat is zo'n beetje de generatie, die 50-jarigen bijvoorbeeld, dat is zo de generatie van, doe maar gewoon, doe gewoon je best. En die kunnen zichzelf niet goed verkopen. Mm-hmm. Tegenover de mensen die nu op de werkvloer komen, worden daar ten eerste al in getraind. Zoals onze studenten krijgen allemaal een personal branding training om hun cv zo te leren opmaken. Maar zij zijn daar sowieso al sterker in. Maar dat is wel iets dat men ook op oudere leeftijd moet durven. Probeer ook, je doet echt je best om in kaart te brengen wat zijn mijn sterkten en durf die ook verkopen. Want op die manier, anders ga je wel minder opvallen natuurlijk, tussen de anderen. Ja. Nu, Evelien, je hebt een boek geschreven, De Strijd om Talent. Maar daarin schrijf je dat uitgerekend de bedrijven die hebben het nu moeilijk om geschikte werknemers te vinden. Dus eigenlijk is het ook andersom. Ja, personal branding is belangrijk, maar ja, het is een beetje aan het verschuiven naar employer branding. Het bedrijf moet ook kunnen tonen waarvoor zij staan om voldoende mensen aan te trekken. Want ja, iedereen hoort ervan, de babyboom-generatie gaat op pensioen, massaal. Er zijn nog andere maatschappelijke ontwikkelingen, dus die war for talent komt volop op ons af. Meer dan dat de meesten vermoeden onder ons. Dus bedrijven gaan zich echt moeten profileren, moeten ook een werkgeversimago uitstralen. Waarvoor staan zij als werkgever? Ja. En daarover hebben wij een boek geschreven en ook een gratis tool ontwikkeld die online bedrijven kunnen invullen om zo te testen welk imago ze hebben en om zo ook hun imago desgewenst te gaan aanpassen. Dus ja, we zitten daar wel mee in shift, eigenlijk door de maatschappelijke veranderingen. Ja, ik las onlangs nog trouwens dat de spontane sollicitatie
basis, dat die het meeste kans hebben op succes. Dus dat er niet meteen een vacature moet zijn, maar dat je gewoon solliciteert bij het bedrijf waar je wil gaan werken. Ja, dat hangt daar allemaal mee samen. Hè, omdat je via een spontane sollicitatie vaker ook merkt van oké, is dat iemand die past bij ons? Want die gaan dat dan vaak ook duidelijk maken in die spontane sollicitatie van oké, jullie hebben geen vacature, maar ik wil echt om die reden in uw bedrijf werken. En omdat net al die jobs flexibeler worden, dan kan je gaan kijken waar schakelen we die nu in. Maar daarom kan die volgend jaar ook die persoon een andere job gaan doen. Ja. Mm-hmm. Nu, stel Evelien, je bent 40, 50-plusser. Je moet gaan solliciteren. Dat is al lang geleden dat je dat gedaan hebt. Je boek is een handige tool. Maar zijn er nog tips hoe je daaraan moet beginnen? Als sollicitant zou ik zeker dan online gaan zoeken van wat is personal branding? Hoe kan ik dat in mijn cv verwerken? Er zijn ook veel online cv's te vinden met een professionele goede layout en waar je dan zelf de luikjes kan invullen. Als je het daar moeilijk... Maar dat getuigt dan weer van weinig creativiteit waarschijnlijk. Als je zo'n voorgedrukte cv krijgt. Ja, maar je kan daar nog altijd wel zelf wat je zin mee doen. En vooral ja, als je daar toch geen kennis van hebt. Het is vooral belangrijk dat je onderscheidt dat duidelijk is van daarvoor sta ik. Hè, zo'n persoon ben ik. En dat die layout dan niet dat saaie Word-document van vroeger is. Maar dat het wel wat meer is en wat professioneler overkomt. Dus ja, dat zou ik zeker al gaan doen. En je kan ook altijd cursussen gaan volgen. Hè. Sollicitatietrainingen bij VDAB en dergelijke. Maar opnieuw wil ik toch beklemtonen dat dat geldt voor alle leeftijden. Hè. Dat probleem kan zich bij iedereen stellen. Maar inderdaad, als het lang geleden is dat je gesolliciteerd hebt, is het zeker nuttig om je daarover je kennis te gaan bijschaven. Ja, ja. Nu, waar hechten bedrijven heel veel belang aan bij sollicitaties? Ik heb het woord professionaliteit al horen vallen, dat je professioneel bent. Maar wat zijn nog aandachtspunten? Bedrijven willen heel graag een match met wie zij zijn. Zij willen die fit. Als je aan een bedrijf zoals Apple denkt, dat heel innovatief ingesteld is, dan gaan zij willen dat iemand die komt solliciteren, die innovativiteit uitstraalt van met het cv, op het gesprek, in de selectie testen. Zij willen die match. Een ander soort bedrijf gaat bijvoorbeeld naar iets anders spelen. Dus ze willen vooral iets dat past. Zij willen zelf, ja, ze hebben een duidelijk profiel voor ogen en ze gaan dat ook al laten merken van in hun vacature bijvoorbeeld. Dus daar kan je ook al op inspelen door te gaan kijken, oké, wat vragen ze in de vacature, past dat bij mij en hoe kan ik dat tonen? Oké, goed. Dank je wel voor de tips, Evelien Schollaert. De Madame. Radio 2.